Met zijn vrouw Hanneke, familie en vrienden kijkt Piet toe hoe zijn zoon in Zweden in actie komt. De spanning was van tevoren zodanig groot dat ik tijdens het show de tranen in mijn ogen kreeg. Ik bedoel, ik had het even niet meer. Maar ik vond het super. Piet denkt dat het met de zenuwen bij zijn zoon wel meeviel. Bram is wel wat gewend. En de muziek, in tegenstelling tot de zang van Douwe Bob, is natuurlijk niet live en dat scheelt. Maar dan wil je het natuurlijk toch nog wel heel erg perfect doen. De bekkers die hij gebruikt zijn overigens ook speciaal hiervoor geprepareerd. Dus hij kan daar ook gewoon gebruik van maken. Dus het drummen aan zich, dat gaat gewoon eigenlijk zoals dat met live concert ook gebeurt. En dan begint het lange wachten. Nog 23 landen volgen en dan kan er gestemd worden. De stemmen van het Nederlands en Belgische publiek worden verzameld in Breda. En zodra het voting window gesloten is, het voting window is het kwartier waarin gestemd kan worden, tellen we heel snel alle stemmen op en geven we door aan het centrale verzamelpunt in Europa. En dan is het eindelijk tijd voor de uitslagen. In Steensel zitten ze op het puntje van de stoel. Voor Douwe Bob wordt het de 11e plek en dat is toch even slikken. Maar ik ben wel trots.